ontwikkelaar Pandemic Studios kennen we van The Lord of Rings Conquest en Mercenaries 2 World in Flames, welke beide eigenlijk niet geweldige games waren. Onlangs werd de studio gesloten, maar nu komt dan toch de laatste game uit, namelijk The Saboteur. Zijn we blij met deze release of had de game juist zelf gesaboteerd moeten worden? In The Saboteur kruip je in de huid van Sean Devlin, een autocoureur ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, en hij is, zoals het zelf zo mooi zegt, fucking Irish. Hij houdt wel van een biertje, of 19, is zeker niet bang voor een vechtpartij en praat met een geweldig Iers accent. Je begint de game in Parijs, waar je met een Franse vriend door de straten van Parijs rent, vecht en race tegen de nazi's. Kortom, je zit gelijk in de actie en snapt wat centraal staat in The Saboteur. Het saboteren van de nazi's, en daar gaan veel en grote explosies bij gepaard. Maar voordat je jezelf afvraagt waarom je dit in godsnaam allemaal doet, ga je even 3 maanden terug in de tijd. Eenmaal terug in de tijd beland je vlak voor een race. Je maakt kennis met Sean's kleine raceteam. Wanneer je vervolgens dé race moet rijden, schiet jouw grootste rivaal, toevallig een Duitser, je band lek, waardoor je de race verliest. Sean is nu natuurlijk uit op wraak en is van plan de Duitser zijn auto te mollen. Echter gaat dit verkeerd en wordt een van zijn vrienden vermoord. Daarnaast blijkt de Duitser ook nog eens een generaal van de nazi te zijn en breekt net de Tweede Wereldoorlog uit. Bonjour, chérie. Top of the morning, ladies. Sean vlucht naar Parijs en besluit zich aan te sluiten bij de Franse verzetstrijders om de praktijken van de bezetters te saboteren. Het is een fictief verhaal en het is allemaal heel erg overdreven, van de verschrikkelijke Duitse accenten tot ongelofelijke Duitsers als Übermenschen. Maar dit neemt natuurlijk niet weg dat het al met al een vrij boeiend en erg creatief bedacht verhaal is. Zoals de naam van het spel het al verraadt, draait de Saboteur natuurlijk om saboteren. Om exact te zijn gaat het hier, zoals eerder genoemd, om het saboteren van verschillende belangrijke punten van de nazi's. Je kunt het op verschillende manieren doen. Hierdoor is het spel een soort mengsel van Grand Theft Auto 4 en Assassin's Creed. Je kunt er namelijk voor kiezen om gewoon bruut geweld te gebruiken en iedere Duitser af te knallen die in de weg loopt. Maar je kunt er ook voor kiezen om heel subtiel en voorzichtig te werk te gaan. De Duitsers hun nek stilletjes te breken, hun uniform aan te trekken om vervolgens niet op te vallen. Allebei de manieren zijn leuk om te doen. Het ligt er maar net aan waar je pet dus naar staat. Toch werkt het sluipgedeelte niet helemaal goed. Je kunt dus een outfit van een Duitser stelen om zo ongezien binnen te sluipen, zou je denken. De Duitsers lijken namelijk Übermenschen. Ze kunnen van 3 meter afstand al gelijk zien of je echt een nazi bent of niet. Wanneer je te dicht bij een andere nazi bent, voelt deze meteen aan dat er iets niet klopt. Als je je te verdacht gedraagt, en dat is al bij snel wandelen zo, zal een meter rondom je minimap zich vullen. Als deze helemaal vol is, zal een van de nazi's gelijk alarm slaan. Ten slotte kun je in de game ook nog in verschillende auto's scheuren. Deze auto's zijn echte oldtimer, ze zien er geweldig uit. Bovendien is het aanbod aan auto's ook erg groot. There are few things in this world that are sacred to me. My friends. My car. And my women. Dit alles speelt zich af in Parijs. Deze stad zorgt voor een geweldige setting in de game. Pandemic Studios heeft Parijs nagebouwd en belangrijke punten erin verwerkt. Het voelt dus echt aan alsof de stad leeft en het zwart-wit effect voegt hier ook nog eens een hoop aan toe. Elk gebied dat bezet is door de nazi's ontbreekt namelijk aan kleur. Je ziet ook wat rood hier en daar, zoals bij bloed en de nazi-vlaggen, maar het is voornamelijk zwart-wit. Zodra je dit gebied bevrijdt, breng je kleur terug in deze omgeving en moedig je de burgers als het ware aan om in opstand te komen tegen de bezetters. Dit effect is vrij uniek en erg vet in de game verwerkt. Hoewel de presentatie van de game dus erg gelikt is, valt het op grafisch gebied toch wel tegen. Personages zien er tijdens de tussenfilmpjes erg pixelig en verouderd uit, maar gelukkig valt het tijdens de gameplay zelf wel mee, ondanks dat sommige stukjes onafgewerkt zijn. De omgeving ziet er goed verzorgd uit, maar het kan zich natuurlijk niet meten met de huidige top. De audio in de game is daarentegen een stuk beter verzorgd. De muziek is perfect voor de setting en brengt je in de juiste sfeer. De nodige wapengeluiden, brullende automotoren en explosies zijn goed in de game verwerkt. Sean's Ierse accent is dan ook echt geweldig. De stemmen en uitspraken van de andere personages zijn heel erg overdreven, wat soms wat onbedoelde komische situaties oplevert. Sur les padives montant, la mémoire nous appelle, les souvenirs d'antan se ramassent à la pelle, bras dessus, bras dessous, on chante des chansons.
The Saboteur is dankzij de juiste sfeer en setting een erg originele game geworden. Het zwart-wit effect speelt hier een grote rol bij en is dan ook een pluspunt in deze game. Niet alle elementen werken goed, zoals bijvoorbeeld het autorijden. Het saboteren, waar de game natuurlijk vooral om draait, is echter beter verzorgd. In de open wereld van Parijs kun je ongeveer 20 uur bezig zijn, wat een aardige tijd is. The Saboteur mag dan geen topgame zijn, maar vermakelijk is hij zeker wel. Het is dan ook zeker wel waard dat deze game na alle drukte nog uitkomt. Sur les pas du bon temps, sur les pas du bon temps, c'était le bon temps, mon temps, c'était le bon temps. Het is mon temps.